ik was heel erg afhankelijk van die sigaret. En ik wil niet afhankelijk zijn van dingen of van iets. En dus ik denk, ik wil niet meer verslaafd zijn. Dus dat was de reden. En hoe deed je het? Nou, geen sigaret meer opsteken. Maar echt zo? Nou ja, dat daar begint het mee. Daar begint het mee, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar er komen natuurlijk momenten. Ik werd ook heel erg getriggerd door iemand. Daar had ik het net nog over. Daar zat ik even over te praten. Dat iemand zei van... Ja, ik ben ook wel heel benieuwd naar de afkikverschijnselen als je stopt met roken. Dat is natuurlijk ook een hele mooie manier om te stoppen. En daar heb je wel mee te maken. Dus op een gegeven moment... Ja, die heb je, die afkikverschijnselen. Die krijg je. En wat ik toen deed... Elke keer als ik trek had in een sigaret... pakte ik bijvoorbeeld een mandarijntje. Of ik pakte een glas water. Of ik ging even zitten. Zodat je beseft... Nou ja, dit is een afkikverschijnsel of ik wil heel graag roken. En dat doe je dan niet. Dus daar moet je doorheen. En dat wordt steeds makkelijker. En na een aantal weken denk je, jongens, ik heb dat 3-4 weken volgehouden. Hoe goed is dat? Michel, je geeft licht. Je zit te luisteren. Je zit te genieten van zo'n verhaal. En je hoopt natuurlijk dat 50.000 mensen datzelfde verhaal gaan meemaken. Ik hoop dat heel veel Nederlanders dat doen. Meer dan die 50.000. En die kans is er natuurlijk nog ook. Maar ja, dat klopt. Dit is een hele mooie ervaring die Gijs vertelt. Maar de essentie natuurlijk ligt ermee. En je voelt het al na 48 uur. Hè? Je smaak gaat veranderen. Och man, heerlijk. Precies, ja? Je adem wordt beter. Het heeft een beter effect op je huid. Uiteindelijk heeft het de totale conditie gaat erop vooruit. Dus er zijn alleen maar gezondheidsvoordelen te behalen. Je komt echt in restaurants dat je denkt, hey, dat proeft daarnaar. Dat is je ervoor helemaal niet, omdat je alleen maar aan het roken was. En wat mensen niet in de gaten hebben. Mijn ouders rookten vroeger, nu niet meer, maar die deden de was voor mij. En als ik dan in Amsterdam kwam en ik rook zelf niet en ik deed die tas open... Oh ja, die lucht. Ja. Dat was schone was, maar daar kwam de lucht van roken. Dat merken mensen ook niet die roken, hè? Dat er een luchtje aan zit. Nee, ja, je bent onderdeel daarvan. En dan even los van het feit dat het dan allemaal stinkt. Maar het is ook gewoon slecht voor de gezondheid. Ja. Ja, het valt ook op als je niet meer rookt. Dat je om je heen dat mensen nog wel doen. Oh, jij rookt nog? Ja. Het is zo uit. Nou, jaren geleden toen had ik echt het idee van dat iedereen rookte. Dus ik had bij mijn ex-vriendin, inmiddels ex-vriendin... heeft niks met het roken te maken natuurlijk. Maar dat had een andere deel, maar daar praten we binnenkort een keer over. Maar het was het zo dat ik daar kwam en ik stak gewoon een sigaret op bij haar thuis. En ik vroeg niet of ze een asbak had of ze het vervelend vond. Dat was met 10 jaar geleden, 15 jaar geleden deed je dat gewoon. Ja. Dat moet voor het KWF toch een victorie zijn wat er de afgelopen 10, 15 jaar gebeurd is. Op het gebied van roken, hè? Die strijd die we daartegen voeren, werpt vruchten af. Ja, we zien inderdaad dat het maatschappelijk steeds meer wordt geaccepteerd. Maar we zijn er helaas nog niet. Hè? Ja. Ik denk dat er echt nog een pakket aan maatregelen nodig is... om uiteindelijk toch dat door te voeren. En er met name te kijken in hoeverre we onze kinderen... uiteindelijk niet meer verleiden voor het roken. Hè? Want er wordt heel vaak gezegd, ja, het is een vrije wil. Dat is het niet. Als je rookt, ben je verslaafd. Punt. Ja. En zeker de kinderen, de pubers, hè, de meeste roken tussen de 14 en de 18 jaar... die doen dat niet uit vrije wil. Die doen het om ergens bij te horen. Er zit een peer pressure op. Dus als wij nou kunnen zorgen dat we met z'n allen uiteindelijk maatregelen kunnen nemen... om een rookvrije generatie neer te zetten... dan ben ik ervan overtuigd dat er echt straks een generatie is... waarbij die gezondheidswinsten enorm toenemen. En niet alleen gezondheidswinsten, ook financiële voordelen heeft. Ik rook niet, maar ik zou stoppen met roken als ik jullie zo hoor praten eigenlijk. Nee, maar dat is even... Wat kunnen mensen zich nog aanmelden? Wat moet je doen als je zegt, ik doe mee met Stoptober als we op naar die 75.000 je kunt natuurlijk elk moment van de week, van de dag, kun je stoppen. Het mooie van Stoptober is dat het is geen belerende instelling is. Van, oh, jij moet stoppen met roken. Nee, je krijgt heel veel hulp. Je kunt, als je je aanmeldt, de app downloaden voor je telefoon. Die houdt ook allemaal handige dingetjes bij. Hoeveel je al niet gerookt hebt. Hoe lang je al bezig bent. Er zit ook een paniekbutton erop. Stel dat het nou echt niet meer lukt, dan kom ik je af en toe even helpen. Oh. Dat is lief. Ja, nou heb ik helemaal spijt dat ik niet rook eigenlijk. Als je op een paniekbutton drukt, dan kom ik je helpen. Oh. En dus zo zijn er meer mensen. Winnie van Dijk doet daar aan mee. Dus je krijgt heel veel hulp. En ik heb dat toen met mijn radioprogramma Gijs 2.0 gedaan. Ik merkte dat het heel lekker is dat af en toe mensen je helpen. En dat kan met Stoptober kan dat ook. Mensen helpen je gewoon. Want je hoeft het niet alleen maar te doen, weet je wel. Of je hoeft het niet alleen te doen. Nee. Er zijn ook, als je hulp hebt, en heel veel mensen die zijn ervaringsdeskundigen... Dan is het lekker om af en toe eens te horen van, dat heb ik ook meegemaakt. Maar als je dit en dit doet, dan kom je vanzelf doorheen. Ja. Ontzettend bedankt. Stoptober nog de hele maand. Iedereen moet zich gewoon aanmelden. Stop met roken. Ja. Dank je wel voor deze fantastische oproep. Blijf lekker zitten. Wij gaan nog eens even door.